Wat voelt jouw soulmate op dit moment? De onvoltooide symfonie. Dus jouw soulmate voelt dat het nog niet klaar is tussen jullie. En we hebben in cirkels ronddraaien. Dus jouw soulmate voelt dat het nog niet klaar is tussen jullie. Het is nog niet voltooid, het is nog niet afgelopen, nog niet over. Maar ja, jullie blijven in hetzelfde cirkeltje ronddraaien. Dus er moet iets veranderen voor jullie, zodat je uit die cirkel kunt breken. En ja, verder kunt gaan samen. Het voelt heel positief aan in elk geval. Want ik voel heel sterk dat jouw soulmate de dingen dus wil oplossen. Dus het niet wil afronden, maar juist wil zorgen dat die cirkel wordt doorbroken. Er moet iets gebeuren. Er moet actie komen. Er moet niet meer worden gewacht tot er iets gebeurt. Want dat gebeurt eigenlijk nooit vanzelf. Jullie moeten in actie komen. Jouw soulmate gaat in actie komen. Er wordt een beslissing genomen. Het is een beetje alsof een van jullie een bepaalde keuze moet maken. Dus, en die maar voor zich uitschuift. Dus twijfelt, een beetje ertussenin blijft hangen. Steeds weer hetzelfde cirkeltje rond. Er moet iets gebeuren, er moet iets veranderen. Iemand moet sterk genoeg zijn om een beslissing te maken, om actie te ondernemen. Iemand moet in beweging komen. En ja, er moet iets veranderen. Er moet een verandering komen. Dus er moet iets eindigen. En tegelijkertijd moet er iets beginnen. Voelt heel intens aan dit. Hele krachtige energie hier. Jouw soulmate is een beslissing aan het nemen. Weet dat diegene een beslissing moet nemen en is daar inderdaad mee bezig. Dus het wachten is voorbij. Jouw soulmate komt in actie, komt met die liefde en maakt een beslissing. Ja. Een beslissing die is genomen met... met het hart. Jouw soulmate heeft geprobeerd om die beslissing te nemen met het hoofd. Alleen precies dat heeft ervoor gezorgd dat je maar bleef ronddraaien in dat cirkeltje. Want het hart wilde wat anders dan het hoofd. Dus steeds weer kom je dan terug. Pas nu dat het gevoel wordt toegelaten en... de dingen eigenlijk op een andere manier worden bekeken. Hè? Dus meer vanuit het gevoel, niet meer vanuit het verstand. Gaat er hier iets gebeuren. Ik heb de koning en de koningin van Kelken hier naast elkaar. Het liefdeskoppel, hè.
Dus het kiezen vanuit de liefde, vanuit het gevoel. De dingen anders doen. Dit zou dus iemand kunnen zijn die al in een relatie zat, hè, met de koning van Pentakels. Dat is een getrouwde man. Vrouw kan natuurlijk ook. Het gaat om de energie natuurlijk. Het hoeft niet een man te zijn, maar... dus deze persoon die bekijkt de dingen op een andere manier. En de beker is 3, dus het duidt inderdaad op een getrouwde persoon of iemand die in elk geval in een relatie zat of zit. Er gaat een beslissing vallen. Deze persoon gaat een relatie beëindigen. Er wordt een keuze gemaakt. Deze persoon gaat weg van een vaste relatie. Heeft de kracht gevonden om dat te doen. Om afstand te nemen van iets waar diegene al heel lang aan vast zat. Om naar die wensvervulling toe te gaan. Dus hoeveel je ook probeert om afstand van elkaar te nemen. Hè? Dat hebben jullie allebei geprobeerd. Deze persoon komt steeds weer naar jou terug. Je komt niet van elkaar los. Omdat je voor elkaar die wensvervulling bent. Jij bent voor deze persoon die wensvervulling. Jouw soulmate. Je zult heel snel communicatie daarover ontvangen. Er komt heel snel een bericht aan. Dat die vorige relatie is beëindigd. Dat er een keuze is gemaakt. Dat gaat heel snel gebeuren. Misschien zelfs deze maand nog. Maar het zou ook in de komende 2 maanden ongeveer kunnen zijn. Maar ik denk voor sommigen van jullie gaat het deze maand nog zijn. In april nog. Supermooi. Oké, ik ga nog even verder met deze legging in de verlenging. We gaan kijken, hè, hoe dit allemaal gaat verlopen. En zeker ook op welke manier. Op welke manier dat contact gaat terugkeren. En hoe deze persoon tot die beslissing is gekomen. En hoe het allemaal gaat gebeuren voor jullie. Dus ik zet de link in de beschrijving onder de video. Dus misschien zit je daar en zo niet ook helemaal goed. En dan zie ik je de volgende keer weer. Oké, dag!